Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering spreek ik met Rebecca Elting. Rebecca maakt alles al mee als het om geld gaat. Van dochter van een bijstandsmoeder naar net geen faillissement als ondernemer. Als iemand weet hoe het is om schulden te hebben, is zij het wel. Inmiddels heeft ze een succesvol bedrijf en is ze zelf investeerder. Door al deze ervaringen en haar werk als bewindvoerder en budgetcoach weet ze als geen ander wat er nodig is voor een rijker leven. Dat is natuurlijk geld, maar niet alleen dat. Luister mee en leer ook hoe jij een rijker leven kan leven. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Changemakers Podcast. Vandaag zit ik hier met Rebecca Elting. Welkom Rebecca. Dankjewel Irene. Goedemiddag. Ja, superleuk dat je erbij bent. We gaan het vandaag hebben over rijker leven. Ja, en ja. Wat dat dan is en waarom dat een probleem is. We hadden het er net al even over. Misschien kan je zelf ook iets vertellen ja, waar dat vandaan komt. Waarom ga je op een gegeven moment denken, ik ga een boek schrijven. Hè? In 10 stappen rijker leven, dat is eigenlijk de aanleiding. Ja. Waarom ga je een boek schrijven over rijker leven? Ja, nou dan gaan we wel ver terug, denk ik Irene. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen hè, dat ik heel lang een soort van haat-liefde verhouding heb gehad met geld. Ja, aan de ene kant heb ik geld altijd heel leuk gevonden. Ja, als kind al was rekenen op school mijn lievelingsvak. En ik vond het leuk om spulletjes te verkopen op de vrijmarkt. Ik ging uiteindelijk een economische studie doen en ik werkte jarenlang in de financiële dienstverlening. Daarnaast waren er ook diverse momenten in mijn leven, zeg maar, dat ik ook zag wat het deed, wat de impact was, zeg maar, op het moment dat er geen geld was of als er geldproblemen waren. En zo ben ik bijvoorbeeld uit het gezin waar ik vandaan kwam. Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder bleef als alleenstaande moeder achter met 3 kinderen. Kwam in de bijstand terecht en moest haar huis verkopen. Dus dat had best een impact op ons als gezin. Mm-hmm. Op een later moment in mijn leven kwam ik een partner tegen die vanuit zijn verleden schulden had. Dus ik merkte wat de impact daarvan was op onze relatie. En op mijn 22e startte ik voor het eerst als ondernemer en werd ik mede-eigenaar van een bestaand horecabedrijf. En daar was ik vrij blind, naïef ingestapt misschien. Om er vervolgens achter te komen dat daar financiële problemen waren. Hè. Dus ik was eigenlijk aan boord gestapt van een zinkend schip. En, maar je kwam daarin met je financiële kennis, want op je 22 was je denk ik waarschijnlijk net klaar met die, ik weet niet of dat je precies hebt gestudeerd. Ja, nee, ik was inderdaad, ik had echt al een financiële achtergrond op dat moment. En dat was ook een beetje zeg maar de taakverdeling. Ik deed dat niet alleen, we waren met 4 eigenaren. Het was een behoorlijk groot bedrijf. En ik zou me inderdaad bezighouden met de zakelijke kant, hè, met de boekhouding en ik had verder niet echt ervaring in de horeca. Ik ging wel gelijk ook een studie aan de Hogere Hotelschool doen. Dus, waarom niet? Dat deed ik in deeltijd er nog even naast. Maar goed, uiteindelijk kwam ik er dus toch achter dat de zaken niet gingen zoals ze zouden moeten lopen. Dus wij kozen ervoor om het bedrijf te beëindigen. Om zeg maar faillissement te voorkomen. Maar goed, we zaten in een VOF, wat betekende dat ik net zo goed hoofdelijk aansprakelijk was voor al het financiële leed wat er al was. En daardoor bleef ik even goed met een flinke schuld achter. Zo, nou dat is een lekkere start. Hoe oud was je inmiddels? 24ste? Nou ja, toen was ik 25, ja. Denk ik, dat we daar gestopt zijn. En vervolgens heeft dat gewoon nog een hele lange nasleep gehad. Uiteindelijk met tot gevolg dat ik daar wel verantwoordelijkheid voor ben gaan nemen. Dat had echt wel even wat tijd nodig.
Ik ben uiteindelijk in een burn-out terechtgekomen. Onze relatie was verbroken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Maar uiteindelijk heb ik me wel gerealiseerd dat er uiteindelijk maar één iemand is die mijn situatie kon verbeteren. En dat ben ik zelf. Ja. Dus ik heb die verantwoordelijkheid gepakt en ik heb schuldeisers gebeld en betalingsregelingen afgesproken. Ik ben uiteindelijk die jaren daarna in eerste instantie schuldenvrij geworden en vervolgens vermogen opgebouwd voordat ik het weer aandurfde om opnieuw als ondernemer te starten. En dat deed ik dus in 2012. Toen startte ik budget en beleid. In feite is jouw verhaal een verhaal van maak van je shit je hit. Dat, precies. Ja, precies dat, hè. Want inmiddels ben je inderdaad bewindvoerder, budgetcoach. Kennen mensen misschien makkelijker. Een bewindvoerder houdt iemand in de schulden een beetje uit de wind om rust te creëren in een financiële situatie. Dan zeg ik het toch goed, hè, Rebecca? Ja, een bewindvoerder die neemt de financiële situatie ook, of het financiële beheer ook echt over. Hè? Dus dat gebeurt via de rechtbank. En dan word ik als wettelijk vertegenwoordiger, zeg maar, aangesteld om iemand zijn financiën te beheren. Ja. Dus praktisch gezien moet je het zo zien dat er echt een rekening komt. Een beheerrekening, zoals we dat dan noemen, waar inkomsten op binnenkomen, waar ik dan de betalingen van afdoe. En daarnaast probeer ik dan, als er schulden zijn, om betalingsregelingen te treffen. En als dat niet lukt, dan begeleid ik die mensen richting een schuldhulpverleningstraject. Ja, precies. En je zei net ook al, het is net alsof al die ervaringen, hè, het was je studie, Rebecca, financiële. Wat je hebt gezegd, ik heb een financiële achtergrond. Economie, je hebt echt economie gestudeerd. Hè? Je was goed met de cijfers. Ja. Je kwam uit een gezinssituatie, hè, waarbij je moeder ineens met niks op straat stond. Zelf kwam je tegen in je ondernemerschap met al die kennis van zaken. Hè? Eigenlijk al die leerervaring, inclusief de studie. Ineens komt dat allemaal samen en zeg je ook van ja, het gaat niet per se over geld, maar het gaat over iets anders. En ja, wat is dat dan? Uiteindelijk gaat het inderdaad om de zoektocht naar een rijker leven. Ja, en dat gaat zeker ook over geld. Hè, want geld is echt wel een essentieel onderdeel van een rijk leven. Het is simpelweg onmogelijk om rijk te leven wanneer je geen geld hebt. Hè, dat heeft te maken met de impact die schaarste heeft op je leven. Hè, dus je hebt het gewoon nodig om in ieder geval in je basisbehoeften te kunnen voorzien. En op het moment dat dat bedreigd wordt, hè, dan heeft dat impact. Maar daarnaast heeft het rijke leven, zeg maar, niet alleen met geld te maken, maar voor een heel groot gedeelte natuurlijk ook met geluk te maken. En te maken met genoeg hebben en jouw bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ja, daar zit er wel heel dicht bij. Ik heb het vaak over droomdoel of wat is je purpose of je big why. Ja. Wat is die voor jou? Ja, voor mij is dat rijk leven. Dus in eerste instantie voor mezelf, rijk leven. En daarnaast zoveel mogelijk andere mensen leren en inspireren om dat ook te doen. En wat levert dat op? Uiteindelijk krijgen we daar een mooiere wereld van, denk ik. Ja, wat? Ja, weet je, als je natuurlijk weet wat een enorme impact het heeft als je te maken krijgt met financiële problemen. Hè, voor mij kwam in een burn-out terecht, hè, relatie werd verbroken. Uiteindelijk ook de woonsituatie bedreigd. Hè, er werd beslag gelegd op ons huis. Dus hè, ook dat had een enorme impact. Als je weet wat dat met je doet. En je ziet vervolgens wat het met je doet op het moment dat je daar dus weer uitkomt. Hè, en het financieel beter met je gaat. Wat de impact daarvan is. Ja, die is natuurlijk ontzettend groot. Hè, dat zie ik natuurlijk ook bij klanten. Zie ik dat terug. Ja, op het moment dat de financiële situatie stabiel is en mensen weer rust vinden, weer overzicht hebben, weer gewoon kunnen genieten. Ja, van daaruit komt er natuurlijk weer perspectief en kunnen ze weer hun bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Ja. Ja, dus de impact is in eerste instantie op diegene zelf. Daarnaast natuurlijk ook op zijn of haar omgeving en uiteindelijk ook op de maatschappij. Ja, precies. Jij zegt inderdaad van het heeft gewoon heel erg. Je hebt het over jezelf. Je zegt enorm veel stress en een burn-out. En daarin blijk jij niet de enige te zijn, als ik het goed begrijp, toch? Nee, dat klopt.
Nee, en dat was inderdaad, hè, daar kwam ik vervolgens achter. En want in principe, we hebben het natuurlijk niet snel over financiële problemen. Tenminste, ik merk gewoon dat heel veel mensen dat toch nog best wel heel lastig vinden. Dat daar heel veel schaamte op zit. En dat gold voor mij destijds natuurlijk net zo. Dus je brengt dat niet snel naar buiten. En op het moment dat ik startte met budget en beleid en allerlei mensen ging helpen, herkende ik eigenlijk in al die situaties, herkende ik wel weer stukken. Inderdaad, ik kwam erachter dat datgene wat mij was overkomen, dat dus ook heel veel andere mensen overkomt. Ja, precies. En ook die mensen schamen zich en denken dat ze de enige zijn die daarmee zitten. Want wat was je aan het zeggen? 9 van de 10 heeft te maken met burn-out en stress? Of van als je met geld... Ja, ik weet exact de cijfers hoor. Maar ja. Het komt gewoon ontzettend veel voor. Ja. Dus dat is zeker geen uitzondering. En inderdaad, financiële problemen levert gewoon heel veel stress op. En depressies en angst en allerlei gezondheidsproblemen. Dus ook maatschappelijk gezien kost dat gewoon ontzettend veel. Precies. En jouw idee is, als ik meer mensen kan helpen om rijker te leven, heeft dat een enorme impact. Omdat veel meer mensen lekkerder in de vel zitten, geen stress ervaren, hun kinderen daardoor niet in stress en armoede en weet ik veel wat opgroeien. Dat is jouw verhaal. Ja. En hoe bijzonder is het dat ik inderdaad daar nu mijn bedrijf van heb kunnen maken. Hè? Dus dat mij nu persoonlijk geld oplevert. Nou ja, inmiddels heb ik medewerkers in dienst. Hè? Dus die ook weer daar hun geld mee kunnen verdienen. Ja, dus het heeft niet alleen impact op mijn leven, maar ook op dat van mijn medewerkers en vervolgens weer op mijn klanten. En ja, zo gaat de rippel door, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Zo te horen is dat een heel rijk leven. Precies. Ja. Ja. Hey, wat moet er gebeuren inderdaad om meer mensen rijker te laten leven of een rijker leven te... meer mensen rijker leven hebben? Wat daarvoor moet gebeuren? Ja. Dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat we meer over geld zouden moeten praten. Mm-hmm. He, wat ik zeg, er zit gewoon nog heel veel schaamte. Er zit ook echt een taboe op het praten over geld. En in het bijzonder dan ook over het hebben van financiële problemen. Dus daarvoor, dat is voor mij natuurlijk ook een van de redenen geweest. Om in mijn boek ook mijn persoonlijke voorbeelden daarin te noemen. Om daaraan bij te dragen dat daar gewoon over gepraat kan worden. Om het taboe, zeg maar, wat daarop ligt, te helpen doorbreken. Er moet dus vooral over gepraat worden. Tegelijkertijd. En daarmee dus, met als doel natuurlijk dat mensen sneller om hulp vragen. Op het moment dat ze er zelf niet uitkomen. Want we vinden financiën nog altijd iets wat persoonlijk is. Het is onbeleefd om daarover te praten, om het daarover te hebben. Er wordt ook een beetje van uitgegaan dat je dat gewoon moet kunnen, hè. We leren het niet op school, maar toch moet... er zijn wel weer programma's, maar goed, ja. Dus ja, je moet het gewoon maar doen. Je moet het maar kunnen. En in de praktijk blijkt toch vaak dat lang niet iedereen dat zelf redt om dat te doen. Ja, precies. Sterker nog... En die vinden het dan niet altijd makkelijk om hulp te vragen. Ja, sterker nog, je hebt gewoon 10 stappen en dan lukt het wel. Ja, precies. De 10 stappen uit mijn boek natuurlijk. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Rebecca, ik ken je natuurlijk een tijdje. Ik weet dat je een mooi bedrijf hebt inderdaad als bewindvoerder. Ja. Met een team en dat je met deze problematiek werkt. Mm-hmm. Ik verwachtte dus eigenlijk ook een boek wat zou gaan over, zeg maar, budgetteren of, weet je, een beetje meer praktisch. En dat soort. Precies, potjes, dat soort dingen. Dus ik was eigenlijk wel verrast toen ik jouw boek kreeg dat het eigenlijk helemaal niet is. Nee, dat klopt. Nee. Nee, vertel eens. Ik heb wel een online training, online leren budgetteren. Dus ik die kennis is er allemaal, de bespaartips. Ik ken ze, maar ze staan niet in het boek, inderdaad. Nee, ik heb het er bewust voor gekozen om het op deze manier te doen. Hè, dus om 10 stappen te schrijven. En in die 10 stappen, de 10 stappen, zeg maar, bestaan dan uit de 10 keer waar-methode. Omdat het dus enerzijds het resultaat is, zeg maar, van mijn zoektocht naar wat waar is over geld. En daarnaast alle 10e stappen, die hebben dan ook het woord waar in zich. Ja, gaan inderdaad over niet alleen over geld, maar daar zit ook een stukje geluk in. Een stukje persoonlijke ontwikkeling, weten wat je waard bent. En werken aan je eigen waarden.
het inzetten van je meerwaarde, jouw talenten, jouw kwaliteiten om daarmee geld te verdienen, maar dus ook gelukkig te worden van wat je doet. Eigenlijk, hè, als ik jouw boek lees, dan denk ik, nou ja, je zegt het gaat ook over geld, maar het gaat dus heel veel ook niet over geld. Ja. Even andersom, te zeggen. Ja, ja, klopt. Ja. Vertel daar eens iets meer over, want je hebt dus ook heel bewust gekozen om het, ja, om dus niet te hebben echt over geld en de wat en de hoe met geld te doen, maar veel meer op. Het is veel meer een stukje reflectie. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je waarden? Wat? Ja. Wanneer ben jij tevreden? Of wanneer ben jij happy? Of nou, dat soort dingen. Dus ja, vertel eens, waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat ik specifiek dit boek ook wilde schrijven voor mensen die, die daar zelf mee aan de slag kunnen. Ik wilde echt een praktisch boek schrijven. Op het moment dat je het echt over... Ja, er zijn natuurlijk heel veel boeken al over geld. Hè? Dus ook wat dat betreft, als je het echt over budgetteren en bespaartips... Nou, bespaartips vind je ook op internet. Dus ja, ik wilde er wel echt zeg maar mijn eigen boek van maken. Mijn eigen verhaal wilde ik daarin kwijt. Dus om het taboe te doorbreken. En ook gewoon praktische handvatten te kunnen geven om daarmee aan de slag te gaan. Maar op een andere laag dus. Want budgetteertips en hoe doe je dat is ook heel praktisch. En jij noemt dit praktisch, maar dit is wel een ander soort praktisch. Het zit op een ander niveau. Het zit, dus waarom heb je die keuze gemaakt om echt om dus niet op die praktische tips van hoe ga ik budgetteren, maar echt op die de waarde, wat vind je belangrijk, dat soort zaken te gaan zitten? Ja, ik denk dat dat toch een beetje het resultaat is van zeg maar de weg die ik zelf ook heb afgelegd. Enerzijds dus die ervaringen die ik vanuit het verleden heb. Daarnaast natuurlijk inderdaad wat ik dan in mijn bedrijf weer tegenkwam. Als ondernemer ben ik zelf ook altijd heel erg bezig geweest met mijn persoonlijke ontwikkeling. En ik heb daar coaching in gevolgd en opleidingen gevolgd. En veel gelezen ook. En vervolgens dus ook weer in de literatuur heel veel tegengekomen. Wat dan weer overeenkwam zeg maar, met datgene wat ik in eerste instantie zelf had ervaren. En bij veel van mijn cliënten dan ook weer terugzag. Mm-hmm. Dus ja, ik denk misschien het feit dat het mij zelf op deze manier zoveel heeft opgeleverd, dat dat ook de boodschap is die ik wil overbrengen aan anderen. Ja, mooi. Ja, ik vraag ook altijd van wie zijn jouw fans? Hè? Dus in dit opzicht, voor wie is het boek? Ja, voor wie is het boek? Ja, nou, het boek is voor iedereen die zelf stress ervaart. Als het over geld gaat, die geld misschien saai vindt, ingewikkeld vindt, die elke maand weer erachter komt dat er meer maand dan geld overblijft. Dus het idee heeft dat hij of zij achter de feiten aanloopt. En die het eigenlijk nu wel tijd vindt om daar verandering in aan te brengen. En die dus daar echt wel zelf mee aan de slag wil. Ja, wat levert het op als ze met het boek aan de slag gaan? Rust. Inzicht, overzicht, dat sowieso. Dus hoe sta je er op dit moment financieel voor? Welke mogelijkheden heb je om dat te verbeteren? Inzicht in manieren om je meerwaarde, dus te weten wat je waard bent en je meerwaarde te kunnen inzetten. Uiteindelijk je realiseren wanneer je genoeg hebt. Ja, dat. Als jij een van de 10 stappen zou moeten kiezen, dat je zegt van dat is voor mij in mijn pad, hè, met al mijn persoonlijke ervaring, met al mijn opleiding, met alles wat ik nu als ondernemer doe, dat is voor mij het meest waardevol geweest. Ze zijn alle 10 heel waardevol. De een kan niet zonder de ander. En weet je, het is natuurlijk ook zo dat het leven is geen stappenplan. Het is niet, ik begin bij stap 1 en bij stap 10 ben ik klaar. Het is... Het leven gebeurt. Hè. Je kunt altijd weer in situaties terechtkomen. Je kunt te maken krijgen met ziekte, met echtscheiding, met... een baanverlies, noem het maar op. En dan zijn er altijd weer situaties in je leven die niet alleen impact hebben op jouw financiële situatie, hè, maar ook op hoe je je voelt en wat je belangrijk vindt. Dus het is niet zo, je begint bij stap 1 en bij stap 10 ben je klaar. Nee, er kunnen zich andere situaties voordoen en dan
ga je weer opnieuw met het stappenplan aan de slag. En ik merk dus ook nog steeds in alles wat ik doe, hè, ook in de groei van mijn bedrijf, dat ik met heel veel van die stappen nog steeds bezig ben. Het is niet zo dat ik uitgeleerd ben of iets dergelijks. Hè, maar we hadden het al even in het begingesprekje over de eerste stap. Bepaal waar je naartoe wilt. Hè, om eens na te denken welke richting je eigenlijk op wil. En hoe ik zelf toch zomaar weer, hè, hoewel ik weet hoe belangrijk het is eigenlijk, in december 2019 mijn doelen aan het stellen was voor het nieuwe jaar 2020. Hè, en ik toch wel erg gefocust was op wat ga ik doen tot aan de zomer, of wat ga ik doen tot aan december. Hè, dus wat wil ik het komende jaar bereiken? Dus ik was heel erg bezig. Ook wel met reflectie, maar ook met het stellen van doelen. En ik was op dat moment een podcast aan het luisteren waarin de vraag gesteld werd: wat zou je de komende. We stonden natuurlijk voorafgaand aan een nieuw decennium. Hè, wat zou je de komende 10 jaar bereikt willen hebben? En toen ik daar eens over ging nadenken, hè, dus bepaalde grenzen ook ging loslaten. Ja, toen kwam ineens dat boek in mijn hoofd. Ja, ergens de komende 10 jaar wil ik toch wel een boek schrijven. En dat was wel iets wat, eerder alles langs was gekomen, om het zo maar te zeggen. Als ik daar simpelweg gekeken had in wat er mogelijk was op dat moment in mijn leven. Hè, met fulltime werken binnen budget en beleid. Mijn gezin, schommelingen of wisselingen in mijn team, zeg maar. Wat heel erg speelde op dat moment. Dan was dat simpelweg niet in mij opgekomen om in dat jaar een boek te gaan schrijven. Weet je, die mogelijkheid zag ik gewoon niet. Hè, maar doordat die vraag gesteld werd van de komende 10 jaar, kwam ineens dat doel voorbij. Ergens wil ik de komende 10 jaar een boek gaan schrijven. En doordat ik dat doel voor mezelf gesteld had en opgeschreven had, hè, ben ik vervolgens kleine stapjes gaan zetten door, een boek aan te schaffen, bijvoorbeeld over het schrijven van een boek. Starten, ja, van je boek. En al met al heb ik dat boek dus inderdaad binnen een jaar geschreven, wat ik dus vooraf echt niet voor mogelijk had gehouden. En op dat moment, december 2019, was corona natuurlijk ook nog iets wat zich alleen in China afspeelde. De tijd hielp je in die zin een klein beetje. Niet kunnen bedenken. Ja. Ja. En dat is eigenlijk stap 1 in mijn boek. Bepaal waar je naartoe wilt. Hè, dat je echt onbegrensd gaat nadenken. Ja, waar wil ik nu eigenlijk naartoe? Ja, het groot dromen. Het kijken vanuit wat heb ik te doen en wat wil ik nog bereiken. Dan ook echt die grenzen loslaten. Dus inderdaad, wat ik zeg. Er zat bij mij ergens een grens. Ja, als ik dat nu dit jaar. Dat kan ik niet nu als doel stellen voor dit jaar. Want dat ga ik gewoon simpelweg niet redden. En door even die grens weg te halen van, hè, wat wil ik het komende jaar doen? En die te verleggen naar, hè, wat wil ik de komende 10 jaar doen? Daarin was het voor mij ineens mogelijk dat boek er wel zou komen. Ja. Bij jou zat het dan vooral ook in tijd. Hè? Hoe krijg ik dat allemaal rond? Precies. En precies. Jij gaf net ook eventjes in ons gesprekje vooraf aan dat er een mooie parallel zit tussen, als het gaat over rijk leven, tussen geld en tijd. Maar kan je dat een beetje uitleggen? Ja. Nou, waar wij het over hadden was inderdaad die impact van schaarste. Hè, dus wat schaarste met je doet. Dus het hebben van niet genoeg. Hè, en wat daar zeg maar de impact van is. En we hadden het even over een artikel inderdaad. Hè, waarom arme mensen domme dingen doen, om het zo maar even te zeggen. En dus de impact van schaarste is gewoon enorm. Hè, je kunt dat vergelijken met een computer. Hè, op het moment dat je te veel programma's opent en te veel moet doen, dat je dan, hè, dat dan niet alles meer even goed werkt. Hè, dat zie je dus bij mensen die niet genoeg geld hebben. En zie je vaak dat ze geneigd zijn om niet de meest verstandige keuzes te maken. En gewoon omdat hun systeem een soort van overload heeft. Omdat ze naar drie winkels moeten om de goedkoopste, spullen te kunnen halen. En omdat ze altijd bezig zijn, altijd een tapje. Ik vind dit wel een mooi voorbeeld, hoe je dat zegt. Dat er altijd een tapje hypotheek blijft lopen. En een tapje, kinderschoenen maar wat. Hè. En daardoor komt er een soort van overload op het systeem. En gaan mensen dus, titel van het artikel was van waarom arme mensen domme dingen doen, dan gaan er dus
niet handige keuzes gemaakt worden. Maar eigenlijk zeg jij, is dat gewoon inherent aan die situatie dan? Precies, ja, dat is de situatie waar ze in zitten. En sommige mensen herkennen dat niet zozeer op geldgebied, maar vaak dan wel weer op tijd. Hè? Op het moment dat je te maken hebt met deadlines bijvoorbeeld, en dat gold bij mij natuurlijk ook, in het schrijven van mijn boek. Ja, op het moment dat je er dan inderdaad, je hebt maar een beperkte tijd om daarin je dingen te doen. En ja, dan ga je inderdaad vaak, of ben je geneigd om keuzes te maken die op dat moment niet de meest verstandige keuzes zijn. Maar je bent simpelweg een soort van aan het overleven. Hè? En ik ervaarde dat dus zelf bij het schrijven van mijn boek bijvoorbeeld. Hè, dat je dan last minute toch heel erg juist onder die druk en die stress meer dan normaal de behoefte voelt om bijvoorbeeld even op je Facebook te checken. Of toch even iets langer pauze te nemen dan misschien dan je normaal gesproken zou doen. En komt dat dan ook door die druk? Dat je ook zo voelt van al die tabblaadjes van die hoofdstukken of van die processen of wat er misschien ook nog moet naast dat boek. Dat je dan dus, is dat eenzelfde soort iets wat er dan... Voor mij is dat heel herkenbaar. Ja. Ja, in die zin... Herken jij dat? Ja, ik zit te denken, die uitwisseling van tijd en geld. Het lijkt ook wel haast alsof je of onder druk staat van geld of onder druk staat van tijd. Ja, weet je, tenminste, ik herken wel heel erg van... Ja, ik heb periodes gehad dat ik bezig was en mijn baan was verloren. En dan ben je heel erg bezig van, ik moet weer heel snel een baan, want hoe moet dat nu allemaal? En geld en weet ik veel wat. En dan krijg je dan die baan en dan moet je natuurlijk toch volgende week beginnen. In plaats van dat je eerst even op adem kan komen. Ja. En dat je dan ineens iets hebt van, weet je wel, nu heb ik dan straks wel... Dus het is of het een of het ander. Want als je weer fulltime of meer dan fulltime aan het werk bent in de banen ook die ik dan heb gehad. Ja, dan is het, weet je, dus het is een soort van hollen of stilstaan. Het is misschien ook het een of het ander. Ja, het is heel erg zoeken naar de balans daarin. Ja, precies. Of een soort van de gulden middenweg. Ik las in deze dagen een quote van de Dalai Lama was volgens mij. En ik weet niet of ik hem zo op kan lepelen. Maar het was iets van, in de westerse samenleving zijn mensen altijd bezig om heel veel geld te verdienen. Vervolgens gebruiken ze dat geld om hun gezondheid te repareren of op peil te houden of weet ik veel wat. En vervolgens ben je dus eigenlijk bezig met van alles en nog wat, maar heb je geen leven, heb je geen, weet je? Ergens daarin zit dan, denk ik, wat jij rijker leven noemt. In die balans of in die zoektocht. Ja, maar dat is inderdaad waar dan even stap 3, zeg maar, in mijn boek, Waarborg je basis. Dat gaat dan over die schaarste. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je dat eenmaal hebt, dat je in ieder geval, zeg maar, die basis gedekt hebt, dat je daar ook even bij stil mag staan. Dat je dus in feite, theoretisch gezien, genoeg hebt. Dat je daar dus ook even dankbaar voor mag zijn. En tevreden mag zijn met dat wat je hebt. Want we leven in Nederland, een van de gelukkigste landen ter wereld. En toch wordt er behoorlijk wat geklaagd in ons land. Dat komt misschien ook wel doordat je eraan bent op het moment dat dingen goed gaan. En dat we geneigd zijn om heel vaak ook meer te willen. Wat aan de ene kant misschien ook goed is in de zin van... De groei is natuurlijk ook een proces. Nou ja, je kunt zelf vanuit een economie stil te staan dat je ook gewoon genoeg hebt. Hè? Dus als jij in je basis kunt voorzien... Hè, we hebben in Nederland een sociaal zekerheidsstelsel... Hè, waar in principe die basis in voorzien wordt... dat je daar dus ook bij stil mag staan dat is wat het is. Ja, dat je daar dankbaar voor mag zijn. En op het moment dat je dat echt kan voelen, dan denk ik dat je van daaruit makkelijker dankbaar bent en blij bent met wat je hebt. En daarmee dus ook verder komt. Ja, en rijker leeft, gelukkiger voelt, rijker leeft. Ja. En ik denk dat iedereen dat wel herkent, of veel mensen dat wel herkennen. Laatst had ik het ook met mijn man over.
Dat we ook eens aan het kijken zijn. Hij heeft ook een vaste baan waarbij je ook iedere keer, weet je wel, een klein beetje groeit, zeg maar. Hij zei ook van ja, als ik dat. Ja, ik had net. Wat zat net nog eens te kijken wat ik eigenlijk als starter verdiende, weet je wel? Of toen wij net een klein kind hadden en hoe zaten we er toen bij? En toch kan het gevoel zijn dat het. Weet je, dat gaat ook op. Laat ik het zo zeggen, weet je wel? En heb je dan. Oké, bepaalde zorgen zijn misschien weg, maar heb je. Ja, weet je, zijn al die extra's, is dat. Word je daar echt. He, voel je je daar rijker door? Of, tenminste, en zo werkt dat voor mij persoonlijk dan heel erg. Dus een garage vol met twee soorten barbecues en zes soorten opblaasboten, tenten, balspellen. Ik word daar dus een beetje kriegel van. Want je hebt het allemaal wel, maar ja, het is ook een. Alles wat je hebt moet je verzorgen. Want anders heeft het geen zin om het daar te hebben liggen. Dan kan je net zo goed gaan huren. Want als je het niet verzorgt, dan is het ook aangevreten door de muizen. Of doorgeroest, of weet ik wat. Ja. Dus, goed. Ik denk wel dat er heel veel mensen zijn inderdaad die dat stukje ook herkennen, hoor. Voor wat betreft hè, dat in die red race zitten van. Meer en wat je zegt, ja, ongemerkt, hè, steeds met een beetje meer en je went er heel snel aan. Ja, precies. En je had het net, je zette net al eventjes die aanzet naar de economie, maar dat is inderdaad ook maar de vraag of we altijd moeten groeien. Hè? Dat is een beetje nog het oude economisch model. Nou ja, je hebt economisch studeren. Maar ja, nu heb je natuurlijk ook allemaal die theorieën over donut-economie. En ook, er wordt al steeds meer bekend dat bijvoorbeeld mensen die boven een bepaald bedrag gaan verdienen. Hè, dus tot een bepaald bedrag is het fijn. Kan je meer dingen mee doen, wordt het leuker. En op een gegeven moment gaat het geluk niet meer op met het stijgen van het salaris. Tenzij je het gaat weggeven, hè? Dus altijd nog een reden om toch meer geld te verdienen. Absoluut, absoluut. In ieder geval weg te geven, want daar word je dan weer wel gelukkig van. Ja, oké. Nou, dat lijkt is het onderzoek. Ja. Ja, dat is een hele mooie. Maar je kunt je ook afvragen inderdaad van wanneer, hè? Dus vanuit het oogpunt van wanneer ben ik tevreden, wanneer heb ik genoeg. En dat dan ook breder in economisch perspectief zien. Van daar zit misschien wel een bandbreedte in tot waar we kunnen groeien. Hè? En ook ten koste van wat groeien dan? Ten koste van de ander, ten koste van het opgebruiken van de aarde. Nou ja, dat soort dingen, zeg maar. Dus in die zin is eigenlijk de vraag van wat is het rijker leven voor jezelf, raakt dan ook heel erg. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet. Raakt dan ook wel aan dat grotere economische plaatje. Wat is jouw idee? Ja, ik ben dan? Dat met je eens. En dat zou je eigenlijk op elke stap kun je dat zetten, denk ik. Dat kun je inderdaad echt wel in een groter perspectief zien. Ja, dus alles wat voor jou als individu geldt, geldt eigenlijk ook voor de maatschappij. Ik voel nog een boek aankomen. Ja. Maar komt hij, dan wordt hij helemaal rond. Dan ga je weer terug naar die studie. Ja, zoiets toch? Ja, precies. Ja, wat ik zeg. Dat is inderdaad, voor elke stap zou je dat ook in groter perspectief kunnen zien. Ja, en niet alleen op individueel niveau. Ja, mooi. Jij bent, Rebecca, voor mij echt wel zo'n changemaker. Je hebt het zelf ervaren. Je bent ermee aan de slag gegaan. En vanuit die missie, vanuit die eigen ervaring, vanuit die kennis die je naar de hand ook hebt opgedaan, draag je echt bij aan een rijker leven van jouw klanten, aan een rijker leven van je team, van jezelf. Nou, en met dit boek nog met veel meer mensen die je hiermee kunt bereiken. Ja, wat is dan eigenlijk jouw succesfactor? Wat maakt dat jij, als die changemaker, zo succesvol bent? Ja, dan denk ik toch inderdaad het feit dat ik dat alles, zeg maar, heb kunnen combineren. Dus dat het inderdaad enerzijds een stukje is wat ik uit eigen ervaring heb. Anderzijds natuurlijk gewoon de kennis, vaardigheden, studie. Mijn kwaliteiten die ik heel erg kan inzetten in mijn werk. Continu toch ook bezig ben geweest met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling daarin. En ook altijd op zoek geweest ben. Ik ben ook altijd bezig met leren. Ik ben iemand die veel boeken leest, veel studies volgt en ook niet keurig na elkaar, maar het liefst allemaal tegelijk.
En ik denk dat dat gewoon de combinatie is van. Maar dat vind ik wel even lastig. Ja, nou ja, een andere vraag zou misschien zijn van wat maakt dat ik... Het gevoel wat ik erbij krijg op het moment dat ik dat uitspreek, is dat ik denk van dat het bijna zo zou zijn, hè, dat er één succesformule is en dat dat, hè, wat voor mij heeft gewerkt, dat dat dus per definitie ook voor iedereen zo zou moeten werken. En daar geloof ik dus niet in. Nou nee, maar daarom vraag ik ook van wat werkt voor jou en de Antwerpen. Precies. Ik vraag dat eigenlijk altijd aan al mijn gasten. En de Antwerpenwoorden zijn ook heel, heel divers of zo. Als ik hem een beetje herformuleer, wat ik soms ook wel doe van... wat zou jouw tip zijn voor andere changemakers? Hè? Als je zegt van, nou ja, ik wil impact creëren, succesvol zijn in datgene wat ik doe. Ja, wat voor tip zou jij dan geven? Ja, vooral heel erg bij jezelf blijven. We leven natuurlijk wel in een maatschappij, hè, waarin we, nou ja, de invloed van onze omgeving gewoon heel erg groot is. En als je je daar bewust van bent, er is eigenlijk maar één manier om de impact van je omgeving kleiner te maken. Dat is door je eigen impact groter te maken. Dat is een mooie, ja. Ik denk dat je daar de focus moet houden. Ja, wat doet het met mij? Wat kan ik goed? Wat vind ik belangrijk? Ja, mooi. Die is alles voorbij gekomen op een beetje een andere manier. Maar het is een soort van, zet je eigen geluid harder. En zet het geluid van de omgeving gewoon een klein beetje zachter. Ja, precies. Ja, en dan heb je focus op waar jij impact mee wil maken. En kun je en moet je het dan ook gewoon gaan doen. Ja. En tenminste, dat is ook wel iets wat ik bij jou zie. En ook wat je in jouw verhaal vertelde van... Ja, op een gegeven moment zat ik met al die shit. En met dat bedrijf een beetje naïef ingehobbeld, zou ik maar zeggen. En dacht je op een gegeven moment van, ja, wat kan ik doen? Oké, ik zit hier nu mee. Ik bedoel, dat is zo. Maar wat kan ik nu doen? En dat gewoon gaan doen. Nou ja, een beetje die combinatie. Zo van, beter weet je. Ja. Oké, nou, hey Rebecca, dank je wel. Voor iedereen die zit, superleuk. Voor iedereen die zit te luisteren en denkt, daar wil ik meer van weten, van een rijker leven, hoe je dat doet. Jouw boek in 10 stappen rijker leven is verkrijgbaar. Kijk daar zeker ook naar. En voor nu wil ik jou super, super bedanken en heel graag tot de volgende keer. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door een like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.